dat was wel even een bittere pil om te slikken. Het is echt zoals het gaat. Even een omhelzing en je ziet ze gewoon niet meer. En dat is best heftig en dat merken we ook in de groep. Iedereen is toch een beetje van slag dan. Ja, het ziet er soms, als je naar tv kijkt, een beetje pathetisch uit. Dat mensen, ja, denk je, joh, hoe lang ken je elkaar nou? Maar die band, die is er gewoon. En die maak je zo snel. Je maakt samen zulke gekke dingen mee. Hier, Rob voor Ellie. Over. Bijzonder hoe je dan hecht aan iemand die je nog nooit ontmoet hebt. Maar het is gewoon echt zo. Rob had een bepaald soort, het is gewoon net alsof hij dood is. Ja, oké. Okay. Rob heeft een bepaald soort humor. Die kon echt de hele band in één keer op scherp zetten of ontzettend laten lachen. Dat lijkt mij in principe een goede ja, set van jou. Ja, in één keer is iemand er niet bij die er eigenlijk wel bij hoorde. Ja, dat is natuurlijk wel het spel. Het is oorlog nu, jongens. Ja, dit is hard tegen hard. Ja, het is oorlog. Drie voor één plekje. Ja. Nu Rob vertrokken is en we nog met z'n vieren zijn, is ook de dynamiek in de groep gelijk veranderd. Iedereen weet gewoon, je kan er elk moment kan eruit liggen. Dus we moeten gewoon, het is echt strijd geworden. Ja, ik ben nu wel mijn verbond kwijt natuurlijk. Ook qua informatie. Dus dat wordt ook wel even winnen, denk ik. We zeggen eigenlijk elke keer na elke test en executie van, nou, nu is het spel echt begonnen. Nu is het echt anders geworden. En nu sta ik er alleen voor. Voor de rest deelt eigenlijk niemand zijn informatie. Dus dat is wel een handicap nu. Oké. Als we nu al gaan paardrijden, word ik helemaal gek. Ja, hij wil zo graag paardrijden. Hij wil zo graag paardrijden.